Het is een hele gezellige, kleine wijk waar mensen elkaar kennen. En wij zien erg op tegen de overflow van de overkant, waardoor het niet meer onze wijk is. Wij maken ons zorgen dat we niet gehoord zijn in de afgelopen 4 jaar. Bij inspraakbijeenkomsten, protestacties die we hebben georganiseerd. Eigenlijk in de loop der jaren waar we zijn ingestoken, we gaan in gesprek met de gemeente, zijn we uiteindelijk, hebben we een positie in moeten nemen van protest, omdat we niet gehoord zijn. We staan hier bij de Merwede Kanaalzone en daar willen ze tot 10.000 woningen gaan bouwen. Dat is meer dan überhaupt van de regelgeving mag op dit moment. Maar het is ook meer dan kan om de wijk in de toekomst en de omliggende wijken leefbaar te houden. Ja, iedereen wil dat er woningen bij komen. Ik denk dat dat niet eens een vraagstuk is. Alleen de mate waarin, daar kun je het wel over hebben. En als je daar een fijne wijk neer wil zetten, zorg dan ook dat de wijk hier fijn kan blijven leven, zou ik maar zeggen. Wat je ziet is dat de hoeveelheid woningen niet kan. En dat er vervolgens vele bruggen nodig zijn over het Merwede om überhaupt het verkeer te kunnen afwikkelen. Dat betekent dat Rivierenwijk enorme massa's fietsers en dergelijke door de wijk gaat krijgen, waardoor de leefbaarheid hier onder druk komt te staan en die toekomstige wijk veel te druk wordt. Dus wij zeggen, ga bouwen, maar hou het betaalbaar en hou het leefbaar.